Je wil heel graag gaan ZZP'er. Alleen twijfel je of jij wel de juiste persoon bent om dat te gaan doen. Want beschik jij wel over de goede eigenschappen die nodig zijn om succesvol te worden als ZZP'er. In deze video help ik je door 10 eigenschappen te geven waarvan ik vind dat je ze nodig hebt om succesvol te kunnen gaan ZZP'er. Dus een video om je een beetje te spiegelen en die je uh, hopelijk kan helpen in je besluit om te gaan ZZP'er. Al dan niet, hier komen ze. Superleuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Ronnie Overgoor van CvdTV en op CvdTV praat ik met ondernemers. Met kleine ondernemers, zzp'ers, freelancers, maar ook met grote ondernemers, met grote bedrijven. En daarnaast vind ik het superleuk om zzp'ers te helpen. Daarom in deze video de 10 eigenschappen die nodig zijn om succesvol te worden als zzp'er. Laten we meteen beginnen met de eerste. En de eerste is denk jij in oplossingen. Als je gaat zzp'en, kom je problemen tegen. Je komt uitdagingen tegen. Dingen gaan niet altijd zoals jij wil. En je hebt het niet altijd in de hand, want er zijn externe factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Een zzp'er die denkt in oplossingen. Die zoomt niet in op de problematiek en op alle externe factoren waar je helemaal niks aan kan doen. Maar die zoomt vooral in op de oplossingen. Wat kan ik eraan doen om het probleem aan te pakken en om mijn situatie te verbeteren? En die tweede is, ben jij actiegericht? Wat bedoel ik daarmee? Als dingen tegenzitten of dingen lopen niet uh, zoals je wil, uh, dan kun je bij de pakken neer gaan zitten. Maar wat handiger is en zeker zinvol, dat is dat je in de actiemodus schiet. Uh, dus ben jij een type die als er een crisis komt of er is ellende om je heen, dat jij daadwerkelijk in de actiemodus schiet en het probleem tackelt? De derde eigenschap, de derde karaktertrek niet zozeer, maar eigenschap die je moet hebben, en dat is een eigenschap en die heeft te maken met vertrouwen. Heb jij vertrouwen in jouw commerciële waarde? Ik zie nog best wel veel mensen die nadenken over ZZP'en. Maar als ik dan doorvraag, dan zijn ze eigenlijk nog heel onzeker en vragen ze zich eigenlijk wel af of ze met hun product of met hun dienst, wat je dan ook doet, of ze wel van toegevoegde waarde zijn. Um, dat is wel een grondbeginsel, anders moet je er niet aan beginnen. Dus heb jij voor jezelf de overtuiging dat jij van kom eens, dat je iets te bieden hebt, en waarschijnlijk is dat een dienst, hè, jij kan iets. Uh, is. Heeft dat commerciële waarde? Zijn er opdrachtgevers die daarvoor willen betalen? Dan heb ik het niet over vrienden en familie en die het je allemaal gunnen en die je wel op weg willen helpen. Nee, zijn er mensen die jij niet kent die bereid zijn om voor jouw diensten te betalen? Dus ben jij overtuigd van je commerciële waarde? Een belangrijk aspect, wil jij succesvol gaan ZZP'en. De vierde eigenschap ben jij commercieel proactief. Kijk als je in dienst bent en misschien ben jij dat nu nog wel en twijfel je om te gaan ZZP'er. Kijk als je een baan hebt, dan komt het werk naar je toe. In zoverre dat is niet jouw eindverantwoordelijkheid. Je bent in dienst van een werkgever en die heeft als eigenaar van het bedrijf de verantwoordelijkheid om het bedrijf te continueren en om te zorgen dat het commercieel succesvol is. En binnen jouw rol binnen dat bedrijf heb je misschien wel verantwoordelijkheden, maar geen eindverantwoordelijkheid. Als ZZP'er wel. De business komt niet zomaar aanwaaien. De business is, die moet je zelf gaan creëren, en dat betekent dat je commercieel proactief moet zijn. Dus uh, is dat een eigenschap die jou ligt? Je moet de boer op. Je kan niet gaan zitten wachten en denken: nou, de klussen komen wel mijn kant op. Nee, je moet daadwerkelijk proactief achter klanten aanjagen. Vind je dat leuk of vind je dat niet leuk? Dat is de vraag. De vijfde eigenschap waar ik met je over wil praten, dat is: ben jij iemand die zichzelf kan presenteren? Um, ook daar spreek ik veel ZZP'ers die zeggen, ja, ik hou er niet van en ik ben ook niet op social, dat vind ik allemaal niks en LinkedIn hoeft voor mij ook niet. En tuurlijk zijn er dan ook nog zzp'ers die de mazzel hebben dat ze dan ook nog genoeg werk hebben, maar in het algemeen kun je stellen dat je als zzp'er in staat moet zijn om jezelf te presenteren. Of dat nou in een vergadering is, bij een klant, op een kantoor ergens, bij een potentiële opdrachtgever, maar ook via social media. Dus ben jij iemand die zichzelf kan presenteren? Want alleen maar in je eentje op je kantoortje zitten, of achter je laptopje zitten, of in je schuurtje, ja, dan komt de handel niet op jou af. Dus ben ben jij in staat om jezelf op een professionele en commerciële, enthousiaste manier te presenteren? De zesde eigenschap uh, beschik jij over een klein beetje zelfdiscipline. Voor heel veel ZZP'ers geldt uh, dat jij bepaalt als je gaat werken. Natuurlijk, als je een project draait en je wordt verwacht bij een klus. Dan, dan is er iemand die je gaat bellen als je er niet bent. Maar in principe heb jij als ZZP'er de vrijheid om te bepalen. Of je een klus aanneemt of jij uh, gaat werken, als jij zegt ik ga de komende maand helemaal niks doen uh, en ik ga lekker vrij nemen, dan is dat jouw goed recht. Dat is de vrijheid die je hebt als ZZP'er. Dat vind ik een van de gaafste dingen, een van de vetste dingen aan het zijn van ZZP'er. Maar dat vereist aan de andere kant een stukje zelfdiscipline. Ben jij in staat om te zorgen dat je wel jezelf aanzet en voldoende aan het werk bent, zodat je ook je commerciële doelstellingen haalt. Zodat je op het einde van het jaar kan zeggen van oké, okay, ik heb dit jaar verdiend wat ik wilde verdienen. En daar kan ik lekker van leven. Dus heb jij een stukje zelfdiscipline. Uh, want ja, als je werkgever, hè, als je nu nog in dienst bent ergens, ja, de autoriteitspositie van de baas, die tegen jou kan zeggen je moet dit, je moet dat, die valt natuurlijk weg. Je hebt niemand meer die jou iets kan vertellen wat je moet doen. Dat bepaal je helemaal zelf. De volgende eigenschap is: ben je een beetje flexibel en hou je van afwisseling? Want in de meeste ZZP-banen is dat wel iets waar, waar persoonlijk ik ook heel erg van hou, maar wat wel aan de orde is. Het is niet zo dat je van 9 tot 5 ergens op een kantoortje of op een werkplaats of waar dan ook kan aankomen en dan is alles verder geregeld. En het enige wat jij hoeft te doen, is je werk uit te voeren. Nee, het kan wel eens zijn dat je in één keer twee klussen tegelijk krijgt. En dat je denkt: wow, komen er. Twee weken moet ik even, weet ik veel, zes dagen in de week twaalf uur uh, keert aan de bak. En daarna heb ik misschien nog een paar uh, weken wat extra ruimte. Dus heb jij de flexibiliteit en vind je dat leuk om die ook een stukje onzekerheid misschien wel, om daarmee om te gaan? Belangrijk iets om te overwegen als je gaat ZZP'en. Punt 8. Heb jij netwerkvaardigheden? En um, ik zei het net al een klein beetje met jezelf kunnen presenteren. Dat heeft daar een klein beetje een relatie mee. Uh, ben jij in staat om te netwerken? En dat is denk ik, dat geef ik ook altijd mee aan jonge ondernemers die willen gaan starten. Zorg dat je je netwerk op orde hebt. En dat hoeft niet alleen maar via social. Dat kan ook fysiek op branchebijeenkomsten of op congressen of op, weet, op borrels. Uh, noem het maar op. Of, maar zorg dat je, als je gaat zzp'en, dat je of al een netwerk hebt uh, en zo niet. Zorg dan... Dat je dat netwerk opbouwt. Dus ben jij iemand die in staat is. En het wil niet zeggen dat je het altijd even leuk vindt. Want ik ben ook van nature geen netwerker uh, en, en ik hou er eigenlijk ook niet van om op borrels proactief op iemand af te lopen en te zeggen, hé hey, hallo, wie ben jij, wat doe ik? En de, 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 de. Maar toch is het wel van belang om te netwerken, omdat, en dat blijkt gewoon uit de praktijk, een heel groot gedeelte van jouw klussen, van jouw opdrachten zullen gaan komen uit je netwerk. Dus ben jij iemand die zichzelf kan aanzetten tot netwerken? Ja, dan nog twee eigenschappen die ik graag met je wil delen. En de een heeft te maken met geld. Ben jij een beetje onder ben jij een beetje moet ik zeggen financieel bewust? Ik ontmoet nog heel veel ZZP'ers die gewoon niet na hebben gedacht over het simpele rekensommetje. Wat is mijn omzet? Wat moet er aan kosten vanaf? Wat houdt dan uiteindelijk netto over? En is dat voldoende om van te leven? Een simpel rekensommetje. Het werkt allemaal net even iets anders als met je salaris, waar gewoon heel veel door de werkgever wordt geregeld. Als ZZP'er is dat allemaal niet meer aan de orde. Dus wat doe je als je ziek bent? Neem je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is het verschil tussen bruto en netto? Oftewel, wat is je omzet? Maar wat maak je aan kosten? Moet je materiaal kopen? Noem het allemaal maar op maakt nou en dat is niet Um, super complex. Maar maak nou voordat je de stap zet naar ZZP'en in ieder geval het rekensommetje. En kijk goed naar jezelf. Ben jij in staat om zelf je centen een beetje goed op orde te houden? Want dat is ook iets wat bij ZZP'en hoort. Dat je zelf op je centen past en niet te veel uitgeeft. En uh, weet je, dat je zorgt dat je je financiën managed. En dan nog één eigenschap. En ik denk dat dat sowieso een eigenschap is die iedereen kan gebruiken. Maar dat is: ben jij open-minded om te leren? Ben jij um, in staat om te vernieuwen. Want het is nou eenmaal in deze wereld niet zo dat als jij een trucje kan en je gaat lekker zzp'en en je verdient er goed mee, dat je over vijf jaar of over tien jaar met precies datzelfde nog steeds je centen verdient. Dus ben jij in staat om elke keer weer naar jezelf te kijken en te denken, hey? Klopt dit nog? Is de markt er nog steeds? Groei ik in mijn omzet? Zo niet. Moet ik misschien wat anders gaan doen? Moet ik bijleren? Moet ik een andere route kiezen? Dus de strategie omtrent wat is mijn eigen koers en uh, hoe zorg ik ervoor dat ik commercieel als ZZP'er succesvol ben... dat vereist een open mindset. En dat, dat, dat wil zeggen dat je zin hebt om, om te leren, om elke keer weer kritisch te kijken en niet te verzannen... Oh, dat deed ik altijd al zo en dat blijf ik ook altijd zo doen... Dat is nou niet echt een fundament om succesvol ZZP'er te worden. Ik hoop dat ik je in deze video een klein beetje verder op weg heb geholpen... in die mogelijke keuze om te gaan ZZP'en. En nogmaals, je hoeft ze niet alle tien te hebben. Maar als jij met die tien eigenschappen en je hebt bij acht zoiets van... Uh, echt niet dan moet je misschien nog eens nadenken uh, om te gaan ZZP'en. Maar als jij bij de meerderheid van deze punten denkt... ja, daar kan ik me wel in vinden of daar kan ik in ieder geval in leren... Uh, dan uh, is de kans groot dat jij succes zult hebben als ZZP'er. En als je het gaat doen, want het is geweldig... dan wens ik je daar heel veel succes bij. En ga je het nou doen? Ik heb nog meer video's uh, die gaan over tips als je wil groeien... als je meer omzet wil halen, uh, hoe ga je om met klanten. Uh, ik heb een hele serie video's gemaakt met van alle hand tips... Voor ZZP'ers. Kijk daar gerust naar. Je vindt ze in de playlist op YouTube, op het CVD-kanaal. En vind jij ondernemen tof en vind je het leuk om ook naar andere ondernemers te kijken en te luisteren? Abonneer je dan vooral hieronder en mis helemaal niks meer van CVD. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En als je hebt zitten luisteren, dankjewel voor het luisteren. Hoi!